Zo, lieve YouTube-kijkers en kijkers van De Stofjes, een hele goede zondagmorgen is het. Of misschien toch niet. Want, ik ben gaan hardlopen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik snap het even niet. Ik kom er niet vooruit in mijn tempo. Ik ben niet helemaal beduust, het is niet zo dat de wereld vergaat. Maar ja, toch zou ik wel eens wat meer weer wat tempo kunnen en willen draaien. Dat wat ik vorig jaar had. Ik ga eens kijken dat ik van de week eventjes een opsomming kan gaan maken. Of tenminste een beetje in kaart kan brengen waar dan mogelijk het probleem zou kunnen zitten. Hoe dat het komt dat ik niet sneller word, zeg maar. Zoals ik al zeg, het zou wellicht te maken kunnen hebben met de ondergrond dat die veranderd is. Dat het misschien toch ook te maken heeft met... Ik weet het niet. Ik weet het niet, ik kom er niet achter. Als er nog enigszins iets van tips gegeven zou kunnen worden of iets dergelijks, graag. Maar ik weet het niet. Ik kom er niet achter. Zo raar. Aan het kijken als ik op de weegschaal bij kan zien hoeveel vette percentage dat je hebt, je spieren, noem maar op. Daar zie ik veranderingen in. Dat ik minder vet krijg, maar meer spiermassa. Om dan als die percentage of dat minimum verschil van een paar, ja, zeg maar een 10 3/4% verschil maakt dat je daardoor slomer wordt, dat snap ik niet. Ik vat het niet. Ik kom er niet achter. Maar goed, dat is dan eventjes wat mij dingetjes betreft. Voor de rest deze week, ja, vandaag de competitie gaat weer beginnen. Eerste wedstrijd, Wiegen, AWC. Hebben de laatste oefenwedstrijd tegenspeeld. En die hadden we gewonnen met 2-1. Maar goed, er was natuurlijk wel wat van te zeggen, maar ik ook weer niks van te zeggen. Want zowel AWC als wij spelen natuurlijk niet in de vaste basis die er nog niet helemaal was. Waarschijnlijk is nu wel een basis bekend. Of tenminste waarschijnlijk, dat weet ik echt wel zeker, dat het vandaag bekend is gemaakt. Maar ja, weet je, dan ga je wisselen, dan ga je in één keer 5 nieuwe mensen inbrengen. En de tegenstander heeft ook een andere wissel als mensen proberen, jonge lui proberen, noem maar op. Ja, dan krijg je geen goed beeld van wat nou daadwerkelijk op het veld staat. En dan hopen we vandaag wel te krijgen, die duidelijkheid. Dus we zullen het zien vanmiddag. Ik ben benieuwd, 2 uur. Nou, natuurlijk zijn er ook mensen die vanmiddag naar Max kijken. Mijn zwager en zijn zoon. Met zijn zwager. Oftewel met de man van de dochter. Die zijn daar in Francorchamps. Dus ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ik ben nog een keer geweest in de tijd van Jos. Toen de motoren nog brulden en gilden. Wat een verschil. Nou, daar gaat niks boven die V10's. Echt, dat geluid. Dat geluid is zo mooi. Zo mooi. Je hoort ze niet aankomen in de verte. Als je dan boven, als je een Rouge hebt gehad en een stukje verderop, dan zijn ze op volle speed. Je hoort ze niet aankomen, je ziet ze aankomen, dan komen ze bij en ik al wauw. Ja, dat is zo geweldig. Zo mooi.
Maar goed, ik ben weer thuis. Sport zit weer op. Tenminste, voor mij persoonlijk. Straks gaan we natuurlijk weer na het sporten. Maar dan doe ik het zelf niet. Dan zijn het anderen die het voor mij doen. Of tenminste, die het doen. Dus, ik zou zeggen, nog een fijne zondag. Natuurlijk komt deze vanavond pas in. Dus dan is het eigenlijk alweer een fijne zondag geweest. Ja, lastig, moeilijk. Goed, ik ga deze vanavond gewoon erop zetten. Zoals ik weer gemaakt heb. Zoals ik hem maak, alle foutjes, alle dingetjes, alles wat er maar in komt, wat er niet goed gaat, gaat er gewoon in. Gewoon niks doen, alles wat ik vertel, wat ik zie, wat ik doe. Zo erop, internet. Geen bewerking. Natuurlijk heb ik het wel eens een keer gedaan. Maar dat andere redenen. Maar normaal gesproken, zonder bewerking, alles zakt erop. Is er iets wat er in één keer tegenkomt? Ja, dat komt me tegen. Klaar. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Een blauw duimpje omhoog. Of weer blauw duimpje. Het zijn geen blauwe duimpjes meer, had ik begrepen. Ik heb niet eens nagekeken. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan volgende week weer een nieuwe vlog van mij. Zondagmorgen. Ik zeg, tjoe.